Yo, mijn naam is Wesley en welkom bij mijn derde vlog. Ja, het is echt waar, eindelijk is mijn derde vlog vandaag. Jullie hebben er langer moeten wachten. Maar er is dus redenen gehad. Ik heb echt heel hard moeten leren voor mijn theorie. Omdat ik de eerste keer gezakt ben. En afgelopen vrijdag heb ik het opnieuw gedaan. En ik ben geslaagd! Ik ben geslaagd! Woehoe! Ja, ik ben echt geslaagd. En nu heb ik mijn examen ook alvast ingepland. 24 februari om 8 uur 's morgens. En dat is nog niet het ergste, maar een uur van tevoren moet ik dus nog gaan rijden. Dus eigenlijk begin ik om 7 uur die dag al. Nou moet ik al in de auto zitten om 7 uur. Heel erg vroeg, maar ja, wie al wil, die moet wat doen. Oh, maar. Nou, zo ziet mijn haar er dus uit. Dus geen kuif heb en nog geen pet op heb. Gewoon slapjes eigenlijk. En vandaag ga ik mijn omaatje even ophalen. En gaan we even gezellig bij ons thuis koffie drinken. Tante die komt ook. En dat ik mijn buurvrouw ook even mee ophaal. Dus dan ga ik er tussenuit even lekker kop koffie drinken. En dan vanmiddag ga ik met Isaatje naar zwemles. Want Isa die moet zwemmen. Dus en die moet tanden poetsen. Nee, moet eraf. Dan gaat er niet af. Knippen dan. Ja, hoe kan er wel vier oma? Ik denk het wel. Ja, we gaan er naartoe. Nou, ik denk naar Vergatoos. Of ga je mee in Tilburg? Nee, dankjewel. Waarom niet? Is minder weet. Bij de homo's? Ja, daar kan ze in. Er is niks tegen de homo's, maar. En de lesbies? Nee. Die komen erin. Jawel. Ja, die komen ook. Die zitten er ook. Nu al dan met jou dansen. Ja, dat kan Hans Hendrik niet mee. Gemilde. Dus ze begint te lekken in mijn nek. Ik heb mijn Porsche van Vicky. Ja, wat zeg jij? Porsche van Vicky. Je hebt mijn Porsche van Vicky. En de carnaval. Ja, dag, dan zit mijn oor, zit toch al niet zo goed. Zit toch al niet zo goed. Nou, doe je daar wel goed. Ja, dat is achter. Ik wil dat zien. Ja, ik denk al wat bijna getten. Ah, wat gaar, man. Hier is oma. Hier zijn oma's. In koor, wij vieren feest, dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de Polonaise, Hollandaise. Mooi mee, ja. Wat voor de domme. Ik heb een schaamlijke plop. Ja, het zit weer goed, ja. Isa. Geef hallo, zeg tegen iedereen. Zeg hallo tegen iedereen. Van skateboxen. Ja, skateboxen. Je bent een flapper. Ik let hem ook heel erg op. Wesley, je weet er niks van. Geef ook Wesley een kus dan. Nee, niet met de tong, gewoon normaal een kus. Geef ook Wesley een normale kus. Mwah. Isa is een flaptrol. Het maakt toch niks uit. Heb je Wesley gedaan? Ja. Wat heb ik gedaan? Je had zoveel van mij gedaan. Toen is mijn kleedje nat. Wanneer heb je dat gedaan? Omdat je dat met mij deed. Van wanneer had ik dat gedaan? Ja, die had je gedaan, ja. Wanneer? Ja. Nee, ze weet het gewoon niet. Zwemmen, zwemmen is zo fijn. Met mijn zwembroek wil ik altijd in het water zijn. Die daar duiken, duiken in de zee. Als ik naar het strand ga, neem ik al mijn vriendjes mee. Zwie, zwa, zwemmen, zwemmen is zo fijn. Met mijn zwembroek wil ik
bel me op, tringelingeling. Bel me op, tring. Oké, en dus in dit onderdeel ga je zeg maar kijken naar welke mensen er bestaan. Sorry, ik heb tik. Naar welke mensen er bestaan. Waarvoor het leuk is om een telefoonprank uit te halen. Dus voor de mensen die goede tijden, slechte tijden kijken. Ja, jullie weten eigenlijk allemaal dat er een Ludo Sanders is. Maar nu gaan we dus random mensen bellen uit het telefoonboek. Met dezelfde achternaam. Dus ook iemand die Sanders heet. En ja, die gaan we eigenlijk voor de gek houden. Wat wel belangrijk is, is dat je even je telefoon goed instelt. Zodat ze niet je nummer zien. Al gaan ze natuurlijk terug bellen en dan gaan ze vragen wie ben jij. En ja, je wil natuurlijk niet dat mensen jou terug gaan bellen. Nou, we gaan dus beginnen met Sanders. Oké, daar gaan we. Mijn telefoon aangesloten op boxen. Dat is goed, dus kunnen jullie alles goed horen. Ik noem mezelf Kevin. Gewoon aan de kant van blijven. Hallo. Hallo, u spreekt met Kevin. Is Ludo ook thuis? Waarom? U spreekt met Kevin. Is Ludo ook thuis? Hier hoort geen Ludo. Geen Ludo. Oh, en Nina misschien? Ook niet. Oh, dan heb ik verkeerd verbonden, denk ik. Oké. Okay. Je wordt geen Ludo. Je wordt geen Ludo. Nou, dat weten we dat ook weer. Ik denk dat ze mijn stiekem wel in de gaten had. Ik denk dat ze zelf een goede tijden kijken. Vooral omdat het nu 20:29 is. Is goede tijden nog bezig. Dus ja. Waarschijnlijk was ze niet aan het kijken en ik zei, what the fuck. Nou goed. Misschien kennen jullie allemaal Britt Dekker wel. Britt Dekker is dus die blonde, dat blonde meisje samen met Imke. Oh mijn god, het nummer van ik niet bel. Dat komt dus ook echt uit Purmerend. En dat wordt echt Britt Dekker ook. En die dacht ik de echte Britt Dekker aan de lijn krijg. Dan is het echt. Hoi. Goedenavond, u spreekt bij Dekker. Is Nina ook daar? Met wie spreek ik? Met Britt. Dankjewel, dag. Oh, volgens mij is het gewoon familie van de echte Brit en denk ze nu, what the fuck, zo klinkt mijn dochter niet, of mijn nichtje, of ja, weet wel. Dit is het nummer van, of ja, niet het nummer van, maar met de achternaam Parakina. En dat is de achternaam van de danscoach van So You Think You Can Dance, Evgenia Parakina. En nu ga ik proberen haar na te doen en te vragen of mijn man thuis is. Hallo. Hallo, ik spreek met Evgenia Parakina. Is Albert ook thuis? Wat? Wie bent u? Wat? Wie bent u? Evgenia, is Albert ook thuis? Weet je naar mij? Weet je gaan naar mijn... Huh? Wat weet u? Mijn naam is Evgenia. Is Albert ook thuis? Evgenia? Wie is Evgenia? Ja, Evgenia. Dat is fout. Nee, dat is andere. Nee, ik weet niet. Niets doen, ik weet niet. Ik weet niet, dat is fout. Ja. Okay. Excuse me. Dus ik heb verkeerd verbonden? Nee. Ik heb niet verkeerd verbonden. Oei, niets doen, alstublieft. Dat is fout. En rusten, alstublieft. En tot ziens. Wat was deze? Rustig en tot ziens. Begin ze te lachen en hang ze op. Ben een gek, joh. Oké, dit typetje is heel vaak nagedaan bij de tv-kantine. Erik van Lambaert. En Erik van Lambaert die produceert musicals hier in Nederland. Samen met Joop van der Ende. En Mieke? Ja, hallo, ik spreek met Erik. Spreek ik met Mieke? Ik ken hem niet. Mijn naam is Erik van Lambaert en ik produceer musicals in Nederland. En mijn vraag is, ben je geïnteresseerd om in een musical mee te spelen? Met Erik van Lambaert. Erik van Lambaert van de musicals. Musical Industrie Nederland van Joop van der Ende Producties. Het klinkt
klinkt allemaal wel bekend. Ja, nou, mijn naam is dus Erik van Lambert en ik produceer musicals. En we zaten zo in een telefoonboek te kijken om de mensen met dezelfde achternaam te vinden. Ja? En jouw naam is Mieke van Lambert. Ja, wij hebben de familie, ik zo, ja. Ja, dus mijn vraag is, ben je geïnteresseerd in musicals? Daar ben ik wel in geïnteresseerd. En kun je zelf ook zingen of dansen of acteren? Ja, eigenlijk alles. Nel, heb jij daar een opleiding toe gevolgd? Dat niet. Geen opleiding toe gevolgd. Maar zie jij een masterclass zitten? Van... Wat moet ik me bij voorstellen? Nou, dus zeg maar een vijfdaagse cursus. Daarin gaan we je klaarstomen met acteerworkshops, dansworkshops en ook zangworkshops. En er zijn masterclassen van bekende Nederlanders die dan in het musicalvak zitten. En die dan hun ervaring aan jou gaan overbrengen. En wellicht jou een musicalrol kunnen aanbieden in Musical Nederland. Het klinkt allemaal heel erg leuk. Maar ik hoor hem maar. Maar wat moet ik me er precies bij voorstellen? Nou, zoals ik dus nu net zei, het is dus namelijk zo, wij selecteren mensen, gewoon random mensen uit het telefoonboek. Of zij toevallig geïnteresseerd zijn in de musical, omdat wij merken dat musical de laatste jaren nogal ver achteruit gaat in verband met de btw-prijzen. En we willen daar weer nieuw leven in blazen. En andere mensen ook de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen in de musicals. Die daar normaal niet toe in aanmerking komen, omdat ze niet door audities heen komen. Gaat u me iets over opsturen? Of hoe werkt dat? Als jij wil, kon ik jou een mail toesturen. Maar dan heb ik wel even je mailadres nodig. Maar als je zegt van nou, het is niets voor mij, dan laten we het hierbij en dan hebben we het er verder niet meer over. Maar als het jou aantrekkelijk klinkt, dan kan ik je altijd even een mailtje sturen. Ik mag mij wel een mailtje sturen. Ja, mag ik dan even jouw mailadres noteren? Ja, dat is... En Lambert? Lambert? Ik hoef het niet te stellen, want het zal bekend zijn. Ja, nee, ja. Dat is spreek voor zich. Apenstaartje? Kijk, Mieke, dan heb ik jouw mailadres even genoteerd. En dan ga ik jou een e-mail sturen met verdere informatie. En mocht het je leuk lijken, ja, daarin staat ook ons telefoonnummer vermeld. En ons mailadres. Laat dan even weten als je geïnteresseerd bent. En dan hoop ik op een leuke samenwerking. Ik ga dus allemaal lezen wat het allemaal inhoudt. Dat is prima. Dan wens ik jou nog een hele fijne avond. Oké, bedankt voor het bellen. Fijne avond, Mieke. Dag, tot ziens. Dag. Oh, die meid die denkt nou dat ze dus gewoon in een musical terechtkomt. Ze geeft gewoon haar e-mailadres. Dus Mieke, mocht het zijn dat je mijn vlogs bekijkt, sorry daarvoor. Het was een grapje. Dus mocht het zijn dat je een carrière verwacht in de muziek, dan heb je helaas pech. Oké, dan nu ga ik de laatste bellen voor vandaag. In het telefoonboek staat ze als G. Havertong. Nou, G. Havertong, dat is dus zeg maar Gerda Havertong. En Gerda, die heeft, die werkt al 30 jaar voor Sesamstraat. En nou, waarschijnlijk is het niet de echte Gerda, of is het gewoon iemand die met een G begint. Die vrouw. Ja, Gerda? Hé, spreek ik met mevrouw Havertong? Ja, dat spreek ik mee. Ja, u spreekt met Ernie van Sesamstraat. Is dit Gerda? Ja, is dit Gerda? Hallo, dit is Ernie. Spreek ik met Gerda? Ja hoor, wat u wil. Ah, is Pino! Pino! Au! Ja hoor, wat jij wil! Ik stop ermee. Ik krijg er helemaal heet van. Ik krijg lach van mijn keel. Thanks voor het kijken. Nou, dit was mijn vlog. Mijn derde vlog waar jullie zo lang op hebben moeten wachten. Sorry dat ik het niet eerder online heb geplaatst. Maar ik had gewoon echt even geen tijd om te gaan filmen. En om alles aan elkaar te gaan zetten. Verder, even één tip. Mocht het zijn dat jij ook een telefoonterreur wil gaan uithalen. En wil je gaan doen door mensen te gaan bellen. Zorg dan dat je niet met je huistelefoon belt, als je die in hebt, want die kun je niet je nummer van uitzetten.
Daar kun je niet je nummer van uitzetten. Dus als, dan gaan mensen je terugbellen en dan gaan ze zeggen van, hey, je hebt mij gebeld, je hebt dit gedaan. Of die persoon, die belt op en jij bent niet thuis en die is in één keer je moeder of vader aan de telefoon. Daarna krijg je pionder dat je telefoon terug hebt uitgehaald. Ja, dus wees verstandig, zet je nummer uit. Heb jij nou nog iets leuks wat je wilt doen? Ik heb vandaag al van de kinderen in de klas gehoord van, oh, Wesley moet, ik weet niet hoe het heet, met die jellybeans, zeg maar. Dat zijn van die boontjes. En als je die gaat eten, dan ja, die smaken heel erg vies naar poep of naar kots of naar stinkvoeten. Wil jij dat ik dat een keer proef of samen met iemand doe, die challenge? Of wil jij dat ik de Bunny Challenge ga doen? En die ga ik ook doen met Tess Foods en Cheyenne van Houten. Dus als jullie deze vlog zien, waar blijven jullie? We moeten nog steeds de Chubby Bunny Challenge doen. Die gaan we met z'n drieën doen. En dat wordt hartstikke gezellig, wordt hartstikke leuk. Dus vergeet niet je blauwe duimpjes omhoog te doen. Vergeet niet om op abonneren te klikken. En vergeet er vooral niet om mijn filmpjes te delen, zodat meer mensen ze zien. Ja, dat we veel meer leuke dingen kunnen gaan doen. En ik check jullie later bij een volgende vlog. Thanks voor het kijken.